Goede opening. Natuurlijk niet zonder risico zo voor het eigen doel langs, maar hij is zuiver. Hier is Prins geklopt. Is Rui Mendes weg voor een eerste kans voor Emmen. En het is een grote ook. Maar hij schuift hem voorlangs. De discussie nog of dat niet een voorzet had moeten zijn. Met Konings. Prins in de fout, de jonge debutant. Tenminste, voor het eerst in de basis. Nou, eerste reuze kans voor Emmen genoteerd. Hubbink. Schat die bal beter in dan Rente. En dan schieten van heel ver. Rente verlengt. Hardeveld. Nog eens Rente. Bakuna. Hoven. Bakuna wil wel. Bakuna krijgt. Goeie bal van Bakuna. Vlag is omhoog. Ook nog goed gekiept trouwens door Hoekstra. Bakuna er weer bij vertrokken. Inderdaad, Postema te vroeg weg. Dus buitenspel. Voor een keeper wel lekker dat hij dan de bal alsnog heeft. Die zijn naar de kapper geweest. Ziet er goed uit. Vakantie nog. Net pas begonnen. Nou, nu staat hij zo'n beetje bij de 16. Dus de bal maar in de 16 gegooid. Hoven krijgt hem niet mee. Postema. Bal valt op de lat en de rebound voor Bakuna. Komt hij er uiteindelijk in of niet? Het antwoord is nee. Emmen komt ermee weg. Met het nodige geluk, deze bal van Postema. De bal wordt nog van richting veranderd. Dan ligt Hoekstra in het doel. Doet Lien een uiterste poging om de bal erin te krijgen. Hetzelfde geldt voor Mette. Maar niemand krijgt hem er uiteindelijk in. Met wat inzet en een beetje geluk voorkomt Emmen de 1-0. Bal van Bakuna. Hoekstra bokst. Peersman. Slim balletje. Hoven. Goeie voorzet. En dan wordt het schot geblokt. Is er nog een schot? En dat wordt ook geblokt en levert dus een nieuwe hoekschop op. Emmen moet vooral verdedigen, maar doet dat op de momenten dat het erom gaat in ieder geval wel goed. Prima aanval Groningen via Hoven. Keihard voor. En op het juiste moment Heijlen die daar weer het blok zet. Daarna Dirksen ertussen. Goed gespeeld. Keurige aanval. Goed teruggelegd. Mendes laat lopen. Het is schitterend gedaan. Jurjes redt op de inzet van Bernadou. Om de 0-1 te voorkomen. En die zou weliswaar tegen de verhouding in zijn geweest. Maar het zegt ook genoeg dat de beste kansen in de eerste helft voor Emmen zijn geweest. Even de warmlopende spelers. Kevin van Veen, 5 doelpunten gemaakt. Hij zal ongetwijfeld gaan komen vandaag. En ik god die gretig gaat zijn. Rente. Slim van Mette, Hoven. Handje buitenspel, maar de vlag blijft omlaag. Lien. Bakuna klaarleggen voor Lien. Nee, hij gaat de andere kant op. Rente. En dat is nog een goede redding van Hoekstra. Een schot met venijn. Serieus werk voor de keeper van Emmen, de oud-keeper van Groningen. Oh, slechte trap, lijkt het. Als hij heel bewust was, is het een fantastische trap. Het leek hem even verkeerd te raken, maar laten we ervan uitgaan dat het heel bewust was. Dan is hier Schouten dus. Schot van Schouten. Een rare zwabber in. En hij zwabbert naast. Daar in die flat woont een van de spelers van Groningen. Namelijk, misschien nog wel meer trouwens, maar ik weet in ieder geval van Hidde Jurjes. Die dan voor de wedstrijd altijd even contact heeft. Even zwaaien. Ze kunnen papa daar nu even niet zien. Als hij nog een paar meter naar voren loopt, past dat misschien nog net wel. Het is toch wel bijzonder dat je uit kan kijken op het veld waar je geliefde speelt. Peersman legt hem bij de tweede paal waar Hoekstra terug moet. Rente. Oh. Ja, schopt tegen zijn tegenstander aan.
Daar heeft hij zelf last van. Maar als er een overtreding is, dan is er eentje van Rente, lijkt me. Ja. Hij heeft zelf pijn. Dat snap ik. Nou, hij schopt Konings, niet andersom. Dit is heel vervelend voor Rente, want hij heeft zoveel pijn. Ja, wisselen dus. Dat je het ergste vreest. En Lyon wordt dus geroepen van Gelderen, die meteen een warming-up in werd gestuurd. Prins er dus uit. Hij wordt vervangen door Emaran en Postema eruit. Hij wordt vervangen door Van Veen. Luid applaus voor Van Veen. Ook applaus voor Prins, die het inderdaad goed heeft gedaan na een moeizaam begin. Emmen wordt sterker. En daar is Particek op het juiste moment bij de eerste paal gekomen. Maar ook op het juiste moment verdedigd nu door Groningen. Heijlen. Prima paas. Koningswacht op Hardeveld. Die trekt voor. Daar is eerst een schietkans. Dan nog een schietkans. En dan geen doelpunt. Voor Particek. Die dat zelf niet kan geloven. Dit is een soort halve kopkans. Nou, dat wordt eigenlijk een bal terugleggen. Eén keer partycheck, twee keer partycheck. Maar nog net een voetje ertussen. 7 minuten erbij. Wie kan daar nog in wat? Groningen zit er aardig doorheen. Maar heeft nu wel de corner. Die goed voor het doel draait. En dan moet het hem zijn voor Van Bergen. Maar het is hem niet. Helemaal vrij. En dan is het de Bierik die hem tegenhoudt. Volgens mij. Peter is al niet zo heel veel van, maar hij houdt hem in ieder geval tegen. Het is een goede trap. Er is een kans, maar geen doelpunt. Kans nummer 2. De vorige ongelukkig via Te Wierik naast. Nu heeft hij hem toch eigenlijk perfect, maar schiet Van Bergen naast. En het eindigt in 0-0 tussen FC Groningen en Emmen. Een fluitconcertje. De eerste helft was nog prima van de thuisploeg. Na rust eigenlijk te weinig gebracht. Maar Van Bergen had in de extra tijd de kansen om Groningen alsnog de winst te bezorgen.